Maar even Martijn Krabbendam van Voetbal International, Feyenoord-deskundige. Wat is jouw idee hierbij? Nou, dat Johan wel gelijk heeft. Dat de nieuwe voorzitter van de Raad voor Commissarissen heeft gewoon ingegrepen. Die man is begonnen en die heeft gewoon zijn oor te luisteren gelegd binnen alle geledingen van de club. Die heeft vergaderd met de vrienden van Feyenoord. Ja, als daar dan uitkomt dat 49% van je aandeelhouders het al niet meer in je technisch directeur ziet zitten. Ja, en je praat met meer mensen en je voelt dat het sentiment gewoon niet goed is, ja, dan behoor je in te grijpen. Nou, hij is eigenlijk de eerste bij Feyenoord die binnenkomt en die gelijk van zich laat horen en gelijk een beslissing neemt. Toon van Bodegom, dat is de nieuwe voorzitter. Ja, oude punkrocker is dat. Ja, die heeft in de jaren 90 heeft hij in een band gezeten. Paradox heette dat. Dus, van die punkmuziek. En dat is hem. Dit is hem, hè? Ja, dat is hem. Kijk. Ja, daar staat hij gewoon, hè? Ja, die leidt nu Feyenoord. Ja, ja. Dat is een beetje de muziek van Johan, dit. Ja. Het is 88 voor de duidelijkheid in Groningen. Maar die leidt nu de Raad van Commissarissen. Ja, die man heeft al een kleurrijk. Ja, maar hij is nu wel een succesvol zakenman inmiddels. Ja, inmiddels wel. Ja. Kijk, hij was een student en hij ging in die band spelen. Maar daar heeft hij best nog wel dingen meegemaakt. Met Nirvana in de kleedkamer gezeten. Zijn bassist vechten met die Dave Grohl. Weet je wel, die drummer van Nirvana. Ja, en dan gaat het leven neemt dan een andere wending. En ineens is hij miljonair en heeft hij tijd over om Feyenoord te gaan leiden. En dat doet hij nu. Ja. Hij heeft wel ingegrepen. En dat is gewoon de reden. En Jan de Jong, de algemeen directeur, die heeft gewoon te verstaan gekregen: jij bent de algemeen directeur, dus jij moet maar vertellen aan je technisch directeur dat het einde is. Ja, Jan zei van de week dat hij dat ook uit een eigen gevoel deed. Dat hij zei, Jan was ineens dokter. Die zag dat het niet goed ging met Van Geel. Dat heeft hij gewoon te horen gekregen. Hij moest gewoon zijn werk doen en vertellen: ja, Martin, het houdt op na 8 jaar. Oké. Nou, Jan de Jong maakt. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Inside.